Mijn naam is Johan Elissen, ik ben 38 jaar, ik ben gedelegeerde bestuurder van ABN Klimatisatie. Wij hebben het bedrijf samen met Rosalien Wijnen, mijn zakenpartner en mijn vrouw, gestart van 2000 euro. En vandaag zijn we gegroeid tot een KMO van bijna 80 mensen. ABN is een ontwerp- en installatiebedrijf. We zijn uniek in de markt omdat we zowel het ingenieurswerk combineren met het uitvoerderswerk. De belangrijkste motor in ons bedrijf zijn uiteraard ons team, onze medewerkers. We durven met fierheid zeggen dat we leven naar onze drie P's. De drie P's van ABN zijn passie, plezier en prestatie. Jo is een heel gedreven iemand, heel energiek, vol passie. Super commercieel en als mens iemand waar jij over alles en nog wat mee kunt babbelen met een punt aan de toog. Zij geven jullie zelf ook een beetje de kans om uit te zoeken wat het beste bij u past. Doordat het bedrijf ook gegroeid is, heb ik ook de kans kunnen krijgen om mee door te groeien. Voor ons is maatschappelijk verantwoord ondernemen vooral toegespitst op het denken binnen corporate governance. Ons heel HR-beleid is afgestemd op het creëren van inspiratie en momentum met onze mensen. Eigenlijk onder mensen het heilig vuur geven en eigenlijk ervoor zorgen dat ze de spirit krijgen, dat ze blijven doorgaan waar anderen stoppen. ABN is eigenlijk een werkgever die heel veel verlangt van zijn werknemers, waardoor je eigenlijk continu gedreven wordt door de gedrevenheid van Johan Elissen zelf. Ja, die krijgt gewoon een drive om verder te werken. Ik denk dat we zo'n beetje te vergelijken zijn als een goede tandem. Het is een bedrijf waar de lijnen heel erg kort zijn en niet alleen intern, maar ook extern naar de klanten toe. Ik denk dat ik daar een voorbeeld kan zijn, omdat we als eerste generatie bedrijf bewezen hebben dat je van nul kunt starten en dat je heel succesvol kunt zijn als je maar de nodige passie, inzicht en durf hebt om te ondernemen. Jo ziet in alles eigenlijk opportuniteiten. En dat maakt het er soms niet zo heel eenvoudig op. Ik denk dat de samenvatting van passioneel ondernemerschap is, zoals mijn zakenpartner en vrouw Rosalien altijd zegt, we vinden een weg of we maken er een. Soms moeten we ze aan het zeggen van, dat doen we wel en dat laten we eventjes opzij.